guys, welkom op mijn kanaal. Als je mij nog niet kent, ik ben Roxanne. En vandaag ga ik jullie meenemen naar mijn keuken. Want ik ga 4 gezonde snacks maken. Dus ben jij benieuwd naar wat de gezonde snacks zijn die ik ga maken? Blijf dan vooral kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van zulke soort video's. En voor een heleboel andere leuke dingen. Fit by Rox. Fit by Rox. Fit by Rox. By Rox. By Rox. By Rox. Het eerste wat we doen is we pellen de bananen en doen deze in stukjes in de blender. Als je geen blender hebt, kan je ze ook gewoon fijn prakken met een vork. It's not for me to say you love. Als het een fijn beslagje is, kan je het vanuit de blender overgooien in een andere kom. De volgende stap is om je wortelen te snijden in fijne stukjes. Het kan wat grover, want dit doen we hierna toch ook in de blender. De wortels die net uit de blender komen, die doe je nu in de kom bij het bananenbeslagje en je roert het even allemaal goed door dat het allemaal goed gemixt is. Dan gaan we verder met stap 4. Stap 4 is doe de 2 eitjes bij het banaan- en wortelbeslagje. De volgende stap is om de rest van de ingrediënten nog aan het beslag toe te voegen. Dit is de suiker, de zout, de kaneel, het bakpoeder en het volkorenmeel. It's not for me to say you love. Als alle ingrediënten in de kom zitten, kan je het goed doormixen met een mixer dat het een glad beslag wordt. En als je een goed beslagje hebt, dan kan je het gaan verdelen over je cakevormpjes. We beginnen met het snijden van 50 gram boter. Als je het gesneden hebt, kan je het in een kommetje doen en het smelten. Ik doe er zelf water bij, omdat ik minder boter wil gebruiken dan het originele recept. Vervolgens doe je de bakmix voor het bananenbrood in de kom, samen met de gesmolten boter.
En dit roer je dan samen goed door. De volgende stap is om 4 bananen te pellen en deze in stukjes in de blender te doen. Vervolgens doen we de 4 eieren bij de gepureerde bananen. Je zet 3 hele eieren en van 1 ei gebruik ik alleen het eiwit. It's not for me to say you love. Go with the butter, boo, you know how we do. It's vervolgens kan je de banaan en de ei bij de bakmix en de boter doen en dit weer goed samen mixen. Voor deze is het eigenlijk vrij simpel. Je gooit gewoon alle ingrediënten in een glas. Je mixt het met een mixer. En vervolgens doe je er ijsklontjes bij en melk. En dan is het klaar. It's not for me to say. Leuk dat je op mijn channel kijkt. Even door een vraagje hoor. Heb jij al geabonneerd op mijn kanaal? Klik anders beneden. Het is gratis. It's not for me to say you. Ik doe eerst de havermout in de blender om het ietsjes fijner te maken van structuur.
to say. Vervolgens snijden we de appels en halen het klokhuis eruit. Als je dit gedaan hebt, dan kunnen ze in de blender. Als je de appel fijn genoeg vindt, kan je het bij de havermout doen. En vervolgens doen we er nog wat rozijntjes bij. En om het iets smeuiger te maken, en aangezien we het gezond willen houden, doe ik er in plaats van boter, doe ik er gewoon water bij. Als je tevreden bent met je beslagje, kan je er balletjes van gaan draaien. En als je ze neerlegt, druk je het een beetje plat, zodat het op koekjes gaan lijken. Dan in de oven en dan is het alweer klaar. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Als jij tot het einde hebt gekeken, dan ben je er nog steeds. Laat dan even een food emoji achter in de comments. Vergeet ook niet om een duimpje omhoog te doen. Thank you. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer terug bij mijn volgende video. Bye!